ik denk wel redelijk eenvoudig proeven. Het is wel fijn om met deze auto op deze proef te beginnen, denk ik. Dus, Ik denk dat ik iets meer ervaring heb dan Rick. Wat meer auto's heb gezien dan Rick, wat meer proeven heb gezien dan Rick. Dus ik probeer hem daar wat mogelijk wel te coachen, zeker. Ja. Ja, ik denk het sterkste deelnemersveld in Nederland sinds de R5 eigenlijk. Dus ja, dat maakt het zeker leuk, ja. Het zal de eerste paar proeven ook wel een beetje roestig zijn. Maar goed, daar zal iedereen last van hebben. En we gaan gewoon ons best doen. Ja, prachtig. Hoe meer R5, hoe meer vreugd. Sowieso hoe meer auto's. Gewoon zin in. Ik bedoel, het is veel leuker om met 14 R5 aan de start te staan dan met 4. Ik kan me eigenlijk misschien dan beter meten met de rest. En ook met de oude toppers natuurlijk. Dus gewoon heel veel zin in. En gas erop. Ja, wij hebben onze eigen Evo 9. Dus die is niet opgewassen tegen die R5's. Dus wij gaan gewoon onze eigen wedstrijd rijden. Strak rijden, goed op de navigatie en veel plezier maken.